wat die anderen zagen. En hij sprak de geurig open. Nou, in Utrecht, onze nieuwe stadhouder, die heeft de polders onder water laten zetten. Ons laatste redmiddel. Ja, hoor je dat? De sluizen zijn open. Dijken zijn doorgestoken. Kijk hem eens op het portret. Met zijn harnas en zijn wapenuitrusting op ons neerkijken. Hij zegt niks anders op. Mijn kind. En mijn geit. Meer kan ik niet meenemen. Werkelijk begint het hier eindelijk fort te lijken. 18 miljoen bakstenen heb ik voorbij zien komen. Zo. We hebben alles met paarden en met de hand gedaan. Probeer die kruiwagen maar eens van de grond te krijgen. Dan voel je hoe zwaar het werk is. Gelukkig hebben we nu een locomobiel. Een echte stoommachine op rails. En dat maakt het werk een stuk makkelijker. Wel, als hun instellen in talen. Ja, maak even een mooi shotje van die kaart, hè. Ik weet nog goed dat ik
zoon van het eigen, die Rosmaar half was aangebrand. Keek ik om mij heen.